Ik ben Sven Lardon en ik ben verantwoordelijk voor de digitale audiostrategie binnen VRT. Kort gezegd probeer ik mee het beleid vorm te geven dat ervoor moet zorgen dat we in een digitaal landschap met al zijn uitdagingen zoveel mogelijk impact hebben met al onze vormen van audio op VRT. Heel nieuw is nu dat we al ons podcastaanbod van VRT ook ontsluiten via VRT nu. Dat doen we om verschillende redenen. Eén, omdat het voor een gebruiker nu veel gemakkelijker is om al ons aanbod op één plaats te consumeren en ook kan gaan shoppen, zeg maar, binnen de creatieve en de rijke content die we hebben op vlak van podcasts. Anderzijds willen we VRT nu ook, zeker richting jonge generaties, sterker maken op vlak van on-demand aanbod. En podcast is daar zeer belangrijk in, omdat dat echt nieuwe communities, nieuwe vormen van impact creëert vanuit de interesses van luisteraars. Een cave. Die andere band is een heel leuk projectje van mezelf met goede kameraden. Al een jaar of 30, maar dat is het dan ook. Behoefteonderzoek, omdat dat meer echt met mensen te maken heeft. Luisteronderzoek kijkt naar hoeveel luisteraars waren daar. Behoefteonderzoek kijkt echt naar waarom mensen luisteren of kijken. En dat is veel interessanter. Dichtbundel. Ik schrijf beide, maar in een gedicht ja, kan je echt far out gaan en dat vind ik wel leuk. Ik heb 365 dagen aan één stuk elke dag een gedicht geschreven. En mijn broer heeft dat ook gedaan. En we hebben samen eigenlijk, elk apart, maar samen een bundel uitgebracht. Het jaar na het overlijden van mijn vader. Dus dat was een soort van verwerkingsproces. Hey Paul. Omdat dat ergens een scharniermoment was, ook bij veel luisteraars. Ik heb veel mensen gehoord die daardoor echt de impact van een podcast hebben ontdekt. Maar heel erg genoten van ouder. Het leukste aan mijn job is dat ik voor mij persoonlijk kan nadenken over evoluties op lange termijn. En daar vooral ook heel veel mensen bij kan betrekken. Want lange termijn plannen die maak je en voer je niet alleen uit. Dus dat vind ik heel leuk om met heel veel mensen naar een groter verhaal eigenlijk te gaan. Ik zou wel eens willen wisselen met iemand die heel lang op één specifiek project kan bezig zijn. Een beetje experimenteel, een of ander experimenteel jazzprogramma of zoiets. Hè, waarbij je echt een volledige wereld kan creëren. Waar je helemaal wordt ingezogen. Dat zou ik wel zien zitten.